Op nummer 4 heb ik dit bakje. Nog een soort van tafel. Deze veenborstel. Ja, ik ben er echt helemaal gek op. Hallo allemaal. Nee, dat is heel raar. Hoi allemaal. Verrassing, daar zijn we weer. In deze hele rare tijd. Ik ben Marloes en superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe action video. Het is een tijdje geleden dat je me gezien hebt waarschijnlijk. Nee, niet waarschijnlijk. We zijn er vandaag met een nieuwe shoplog. Een beetje anders dan normaal. Maar voordat we daarmee beginnen wil ik eigenlijk aan jullie vragen hoe het met jullie gaat. Ik hoop dat je in goede gezondheid bent en voor heel veel mensen heeft dit heel veel impact. Ik ben ZZP'er, dus voor mij is er weinig werk overgebleven. Maar dat betekent wel dat ik meer tijd over heb om YouTube video's te maken en te kijken natuurlijk. Laat hieronder achter hoe het met jou gaat. Ik ben heel benieuwd en ik klets graag met je in de comments. Dan naar de shoplog. Die is anders dan je van ons gewend bent, maar ook heel erg leuk. We hebben namelijk verschillende YouTubers gevraagd om hun favorieten te filmen. Dat betekent dat zij hun 10 favorieten laten zien van de afgelopen jaren kunnen dat zijn. Zie het als inspiratie. Ik laat mijn favoriet van deze aflevering alvast zien. En dat is, hoe kan het ook anders, een droog shampoo. Deze heb ik vanochtend uit mijn badkamerkastje gegraaid. En zoals je ziet heeft hij geen dopje meer. Batiste droog shampoo kan je bij Action kopen. Een tip kan zijn, als je je dagritme een beetje kwijt bent in deze rare periode, is om je echt gewoon aan te kleden 's ochtends en je klaar te maken alsof je bijvoorbeeld naar werk gaat. Ik kleed me dus elke dag aan omdat ik dat 1 heel leuk vind en 2 omdat ik me dan beter voel. Dus ik kleed me aan, ik doe meestal mijn make-up. Het enige wat ik dus niet doe is mijn haren wassen. En dat doe ik normaal al niet zo vaak, daar heb ik dit voor. Echt helemaal topproduct. Maar de afgelopen 3 weken was mijn haar niet echt in opperbeste staat. Ik ben dus heel benieuwd naar jullie. Ben jij team pyjama of ben je team aankleden? Er komt nu een poll in beeld en ik zou het heel leuk vinden als je stemt. Trouwens, ik heb vandaag wel pyjama vibes aangetrokken omdat ik dat gewoon heel geinig vond. Dit is oprecht een pyjama. Dus dit is een andere tip van mij voor jou. Deze pyjama vond ik gewoon heel erg leuk als blouse. Dus dat kan je nu ook doen. Andere dingen uit je garderobe proberen. Want niemand ziet je toch? Helemaal van polyester deze pyjama ook. Dus het zijn helemaal zwoksels to the max. Vinden mensen het niet raar eigenlijk? Dat ze straks naar een hele video introductie van mij zitten te kijken. En dan komt iemand anders. Denken ze nou, ik heb echt zin in Denise Anna. Komt Marloes eerst nog met haar hele verhaal. Genoeg gekletst. Laten we gaan kijken naar de favorieten van Denise Anna. Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Denise Anna en ik ga jullie vandaag mijn meest favoriete top 10 action producten laten zien. En het was voor mij heel makkelijk om deze top 10 samen te stellen, want ik heb echt onwijs veel action spullen bij mij thuis staan. En ja, vooral ook heel veel spullen die ik heel veel gebruik. Sommige zijn wat ouder, sommige zijn wat nieuwer. Dus ja, ga vooral lekker zitten. Vergeet zeker niet te abonneren en laten we lekker beginnen met de video. Op nummer 10 heb ik staan deze heerlijke mok. Nu zou je denken van oké, het is gewoon een simpele witte mok. Ik vind vooral de binnenkant heel erg leuk. Er zit een soort ribbeltje aan de binnenkant. En daarbij vind ik hem ook heel erg leuk als je hem van dichtbij bekijkt. Het is een beetje een soort van, ja, een aardse mok of zo. Ik weet niet of ik het zo goed verwoord. Ik vind hem gewoon heel erg leuk en ik drink hier echt dagelijks thee uit. Ik heb deze mok vorig jaar gekocht toen ik uit huis ging en toen ik ging samenwonen met mijn vriend. En we hebben er dus 4 van thuis en ja, we gebruiken ze echt elke dag. Daarbij zijn ze nog steeds echt mooi wit, ook van de binnenkant. En dat vind ik best wel knap voor de hoeveelheid thee en koffie wat wij eruit drinken. Dus ja, ik ben er helemaal blij mee en ik ga er hopelijk nog heel erg lang plezier van hebben. Op nummer 9 staat dit bakje. En als jullie de video hebben gezien waarin ik mijn make-up stash ga opruimen, dan hebben jullie waarschijnlijk dit bakje voorbij zien komen. Die heb ik namelijk toen in die video aangeschaft en ik heb, even kijken, hoeveel van deze bakjes heb ik eigenlijk? 8? 10? Ja, hier zit dus allemaal make-up in wat ik heb gesorteerd. En door deze bakjes is er eigenlijk weer een structuur in mijn make-up stash en mijn PR stash. En ze passen ook echt perfect in mijn ladekastjes. Dus ja, ik ben er helemaal blij mee. Nu weet ik eigenlijk niet meer wat deze kosten. Ik weet wel dat ze per 3 gingen. Volgens mij waren ze iets van 2 euro, zoiets. Ik weet het niet zeker. Maar goed, we gaan door naar nummer 8. En op nummer 8 heb ik dit kleine tafeltje of een klein krukje. Ik weet niet precies hoe je dit moet zien. Maar deze heb ik, ja, ik denk nu een half jaar geleden gekocht. Ik heb deze toevallig ook laten zien in de shoplog op mijn eigen kanaal. En ik vond het heel erg leuk, want deze poten die je ziet,
Dit zijn dezelfde poten als die ik onder mijn eettafel heb staan, maar dan in het wit. Dus dat was een beetje het ding. En oh ja, daarbij heeft mijn eettafel ook een houten blad. Dus ik was helemaal verkocht dat gewoon mijn eettafel in een soort van kleine versie te koop was. Die staat op mijn overloop boven met een plant erop. En ja, het kleedt toch een beetje de overloop aan, anders is het ook maar zo'n leeg iets met allemaal deuren, zeg maar. Dan zijn we aangekomen bij nummer 7. En op nummer 7 heb ik nog een soort van tafel, maar dan wat groter. En ik vind hem super leuk, want hij heeft dus een zwart marmeren blad aan de bovenkant. Nou ja, echt marmer is het niet. Het is glas. Met zo'n ja, marmer printje erop. En dat vind ik zo leuk. En dan van die zwarte houten poten heeft hij dan. En deze tafel die heb ik echt al super lang geleden gekocht. Volgens mij 3 jaar geleden alweer. En ja, ik had hem eigenlijk ooit gekocht met het idee van, nou, als ik ooit uit huis ga, dan heb ik vast een leuk tafeltje. Echt geen idee waar ik ooit zou gaan wonen, wat mijn stijl zou worden, hoe mijn interieur eruit zou zien. Maar ik vond dit tafeltje zo leuk dat ik die vast heb aangeschaft. Dus hij heeft echt iets van 2 jaar lang in de doos gezeten, gewoon bij mijn ouders thuis. En op een gegeven moment kreeg ik dus mijn eigen kantoortje. Ja, hier zit ik nu toevallig ook. En hier film ik dan mijn eigen video's vooral. Ja, en dit kantoortje had ook aankleding nodig. Dus ik had zoiets van, nou, dus ik kan het tafeltje hier heel erg leuk neerzetten. En ja, daar staat hij nog steeds. Hij staat naast mijn make-up tafeltje. En ik heb er allemaal haartools op liggen. Dus een krultang, een steltang, een föhn, allemaal dat soort dingetjes. Echt een top ding. Ik ben er helemaal verliefd op. En ja, dit vond ik echt een hele leuke aankoop. Op nummer 6 heb ik 2 zwarte fotolijstjes. Ik ben echt gek op simpele fotolijstjes. Zoals jullie achter me kunnen zien, heb ik er ook een aantal hangen. En hier komen ook een aantal van de Action vandaan. Ik ben er echt helemaal gek op. Maar deze fotolijstjes die staan dus bij mij thuis. Ik heb thuis een mooie robuuste kast. En ik vond het heel erg lastig om die kast te vullen. Ik wist sowieso dat er fotolijstjes in moesten komen. Maar ik wist niet precies welke. Totdat ik een keer in de Action liep. En toen zag ik deze dus voorbij komen. Deze lijstjes. En dan had ik zoiets van, ja, dit past echt perfect in die kast. Ook omdat die lijst is wat dikker. Dus je kan ze makkelijk neerzetten. En ja, dat vond ik vooral heel erg belangrijk. Dus ja, deze lijstjes. Uit mijn hoofd zijn deze iets van 80 cent per stuk. Ja, het is ook alweer echt ja, een jaar geleden, als het niet langer is, dat ik deze heb aangeschaft. Dus ik weet het niet helemaal zeker, maar erg leuk. Op nummer 5 heb ik deze plant. En deze plant is ook vrij recent. Die staat nu ook bij mij thuis sinds die PR-stash opruimvideo. Ik vind hem vooral heel erg leuk omdat dit potje wit is. En omdat er, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er zitten een soort van steentjes aan de bovenkant vastgeplakt. En dat vind ik gewoon een heel erg leuk effect. En deze plant die staat zeg maar bovenop die ladekastjes waarin ik mijn PR-stash heb opgeruimd. En ja, ik vind dat het er vooral heel erg gezellig uitziet. En het geeft toch een bepaalde rust, want het was er altijd echt een enorme rotzooi. En nu is het gewoon allemaal perfect geordend in die kastjes. En bovenop het kastje staat dan deze plant. En die plant die staat dan weer voor rust. Dus ja, ik word er helemaal blij van. Volgens mij was deze plant €1,80. En nu we het toch hebben over de make-up opruimvideo. Op nummer 4 heb ik dit bakje. Ja, dit bakje is niet echt georganiseerd. Want dit bakje staat dus bij mij hier zo op kantoor. En dit bakje heb ik dus ook thuis op mijn make-up tafel staan. En ja, sinds dat bakje hier staat is het wel echt enorm mooi opgeruimd. Er zitten allemaal mooie roze producten in. Het is heel erg fijn voor het oog, voor mij in ieder geval. Ja, ik moet dit bakje eigenlijk ook eventjes opruimen en organiseren. Want bij op kantoor heb ik nog meer make-up. En ja, misschien moet ik dit ook een keer gaan organiseren. Dus ja, wil je daar ook een video van zien? Laat het eventjes weten hier beneden in de comments. Volgens mij zijn deze bakjes €4,95 uit mijn hoofd. Zoiets. Op nummer 3 heb ik deze föhnborstel. En ik heb deze borstel ooit gekocht voor een video. Omdat ik heel erg benieuwd was naar de kwaliteit ervan. En daarbij vond ik het ook heel erg leuk dat de borstel roze is. Ja, dat is gewoon echt mijn lievelingskleur. Ja, sinds deze video ben ik eigenlijk een beetje verliefd geworden op deze borstel. Ik gebruik hem best wel vaak. Het is met deze borstel vooral heel erg fijn om je haar droog te borstelen als het nat is. En ik gebruik hem vooral echt als basis om mijn haar te stijlen. Dan is het al wat stijler door het föhnborstelen. En dan ga ik er nog even met de steltang overheen en dan is het echt perfect. Dus ja, ik ben erg blij met deze föhnborstel. Op nummer 2 heb ik dit doorzichtige ladekastje. En dit, en deze heb ik echt al heel erg lang. Ik denk
ik denk al 4 jaar of zo. En ik heb in dit kastje bewaard dus heel veel sieraden. Vooral van die losse kleine sieraden die je heel snel kwijtraakt. Die doe ik allemaal hierin. En ja, zo raak ik ze nooit meer kwijt. Dus als ik op zoek ben naar een paar kleine oorringetjes of zo, dan weet ik gewoon van, oh, ze liggen in een van deze laadjes. Dus ze kunnen niet ver zijn. En erbovenop heb ik dan een paar haarclipjes liggen om het een beetje leuk te decoreren. En goed, dan zijn we aangekomen bij mijn nummer 1 meest favoriete action product. Over dit product krijg ik heel vaak vragen in mijn eigen video. Hij staat eigenlijk al de gehele video in beeld, namelijk deze flamingo. Ik zal hem even pakken. Dit is hem dan, de flamingo. Ik heb hier echt zoveel vragen over gehad waar deze dus vandaan komt. Deze flamingo die behoort eigenlijk tot mijn eigen filmachtergrond, dus voor mijn eigen YouTube kanaal. En die staat dan altijd daar zo op die kast. En ik ben hier zo blij mee. Elke video van mij is die ook weer in beeld. Misschien moet ik hem maar eens een keer een naam gaan geven. Heb jij een leuke naam voor een flamingo? Laat het mij eventjes weten hier beneden in de comments. Ja, ik weet dat je van deze flamingo ook een olifantenkop had. Of een hert. Of beide. De prijs. Weet ik ook niet meer, want ik heb deze ook alweer 2 jaar ondertussen, denk ik. Als het niet langer is. En nou, dit waren ze dan mijn top 10 meest favoriete action producten die ik ooit heb gekocht. Nu ben ik vooral heel erg benieuwd welke van mijn top 10 jij het leukste vond. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei doei! Dat waren de favorieten van Denise Anna. Volgende week zijn we er weer. Superleuk. Maar dan met Kelly. En die gaat een mommy top 10 laten zien. Dus wil je dat niet missen? Vergeet niet om je te abonneren. Dan ben je als eerste op de hoogte van al onze nieuwe video's. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En ik zou het persoonlijk heel erg leuk vinden als je hieronder een reactie achterlaat. Of gewoon om met me te kletsen. Of met Denise Anna. Want ik heb nu tijd over. Nu ik bijna geen werk heb. Ik ga er helemaal van spugen. Ik hoop je weer te zien bij een volgende video. Blijf gezond in de tussentijd. En hou je taai. Doei!